Hoi allemaal en leuk dat jullie allemaal kijken naar deze nieuwe video. Ik ga jullie vandaag gezellig een dagje meenemen en ik heb ook een ontzettend gave winactie in deze video. Het heeft namelijk te maken met deze super fijne outfit die ik nu aan heb van Bussen. Het zit echt super fijn, dus in deze video heb ik er ook een hele gave winactie voor. En ik ga vandaag lekker lessen met Londen, lekker met Kelly trainen, daar heb ik ontzettend veel zin in. En Poppy heeft vandaag lekker een dagje vrij, want de hoefsmid komt namelijk. En altijd als bij ons de hoefsmid komt, dan geven we de ponies altijd een dagje vrij. Maar de hoefsmid komt vandaag alleen voor Poppy, dus Londen kan daarom gewoon lopen. Hé Poppy, laat je zelf eens even zien. Hij heeft er geen zin in. En misschien horen jullie wel best wel veel geluid achter mij. Maar dat komt omdat ze bezig zijn met nieuwe stallen bouwen. En ik ga jullie alvast even een kleine sneak peek geven. Hoi, ik ben Jorne en samen met mijn ponies Poppy en Londen beleef ik de leukste dingen. Beleven jullie onze avonturen gezellig mee? Kijk, ze zijn hier hartstikke goed bezig. Ze zijn nu het dak aan het leggen, maar kijk even hoe mooi het is. Echt niet normaal. Dus dit worden nieuwe stallen, echt heel gaaf. En dit blijft natuurlijk gewoon staan. Maar er staan er dus over een paar weken dus 6 stallen. Echt heel cool, ik vind het zo mooi. Voordat de hoefsmid komt, laat ik jullie eerst nog even snel deze super fijne outfit van Bussen zien. Want ik heb namelijk een hele mooie winterjas en een super fijn thermoshirtje van hun mogen ontvangen. Kijk, dit is dus de kleur van het thermoshirtje. Het is een beetje beige, een beetje zandkleurig, maar ik vind het echt ontzettend gaaf. En van binnen is het ook echt super zacht. Kijk, dit is het stof. Echt heerlijk. En dan zit er hier ook een rits en het is lekker een kolletje, dus hij sluit mooi aan in je nek. Zometeen zal ik hem ook nog even laten zien als ik op Londen zit. Dan zal mijn moeder dat even voor jullie filmen. Het is natuurlijk met lange mouwen. Hij is super warm. En het is ook alweer een ademend shirtje. Maar het houdt je ook weer lekker warm. Dus ik vind het echt een heel gaaf shirtje. En ik vind dit detail ook echt ontzettend gaaf. Hier met die letters. En het loopt ook door tot aan je rug. En dan deze super fijne winterjas. Hij is dus zwart. Echt een super goede kwaliteit. Het heeft lekker een capuchon. En bij je nek heeft het lekker van het wol. Echt heerlijk. En wat ook fijn is. Bij je handen zit er zeg maar zo'n gat voor je duim. Dus dan krijg je ook niet van die koude handen. Er zitten hier zakjes. En hier aan de zijkant. En hij sluit echt super mooi aan. En hier zit ook nog een binnenzak in. En hij is heerlijk warm. Dus deze jas zit ook echt super fijn. Dus ik ga vandaag lekker rijden in deze heerlijke outfit van Bussen. De stal halen, dan ga ik hem even buiten neerzetten, want de hoefsmid is aangekomen en dan wordt Poppy even bekapt. Nou, Poppy is naar de hoefsmid geweest en alles was helemaal goed. Dus hij staat weer mooi op zijn ijzertjes, hè Pop? En Pop gaat nu nog niet naar buiten, maar die hou ik even binnen. Want ik ga nu ook eerst even Londen, dus lessen zo meteen. En als Pop dan weer naar buiten gaat, dan wordt Londen altijd een beetje onrustig. Dus ik wacht even totdat ik opgezadeld ben. En dan gaat mijn moeder ondertussen even de stallen mesten. Zo, Londen staat lekker op de poetsplek, dus ik ga er nu klaarmaken. En we zijn gearriveerd in de bak en ik ga er nu even logeren. En dat doe ik eigenlijk iedere keer als ik ga rijden, doe ik dat even voor het rijden. Want de paddocks zijn natuurlijk ook niet super groot. En dan is het gewoon fijn dat ze even lekker de ei kwijt kan aan de logeerlijn. En hoeft ze dat niet te doen wanneer ik erop zit. Dus dat is een super goede oplossing. En is de meeste energie van Lonnie Pony eruit. En dan gaan we zo meteen lekker lessen. We'll be right back.
ik heb Londen even gemarcheerd en de meeste energie is eruit. Dus ik ga nu mijn jas uitdoen en even mijn oortje in doen en dan gaan we lekker trainen. Ik zit nu op Londen en kijk even hoe mooi het shirtje staat bij dit dekje. Echt heel gaaf. Dus we gaan nu lekker rijden. Supergoed. Misschien hebben jullie het in een van de vorige video's wel gezien dat ze af en toe een beetje vervelend is. Dus dat ze al door de hoofd omhoog doet. Maar daar heb ik nu een goede oplossing voor en dat gaat steeds een stukje beter. Dus ondanks dat ze af en toe een beetje stout is, is ze ook wel heel erg lief. Want als het goed gaat, dan gaat ze ook echt voor me door het vuur. Dus ik ben heel blij met Loenie. Ik ga het nu lekker afzadelen en dan mag ze lekker naar buiten. Nou, de ponies staan lekker alle twee in de paddock. Hé hey jongens, ze kijken alle twee. Ze zijn lekker hooi aan het eten. Dat vinden ze zo gezellig dat die bakken naast elkaar staan. Ze zijn ook altijd super lief tegen elkaar. En ze zijn inmiddels ook alweer een stukje verder met de stallen. Kijk, het dak zit er al bijna op, de platen. Maar het wordt echt zo ontzettend mooi. Kijk even hoe gaaf. Het worden dus 3 stallen en 1 opslagstal. Dus voor een kast en zo. Echt super gaaf. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er in het totaalplaatje uit gaat zien. Maar aangezien ik Jan en Danielle heel goed ken, weet ik zeker dat het heel erg mooi gaat worden. Want ze werken er super hard aan. Nou, ik heb dus echt super lekker gereden met Londen. Ik heb ook super fijn gereden in deze outfit. De jas zat ook echt heerlijk. Hij is echt super fijn omdat hij lekker warm is. Het is lekker dik. En dit thermoshirtje is ook super fijn. Het is heel fijn omdat er een rit zit. En dit zit ook echt, ja, ik vind het super leuk staan. Zo dit detail, echt heel tof. En hier mag ik dus ook 1 setje van weggeven. Van dit thermoshirtje met deze winterjas. Maar daar moeten jullie natuurlijk wel wat voor doen. Jullie moeten namelijk Bussen en mij op Instagram volgen. Ik zet alle stapjes die jullie moeten volgen ook hier wel even onder in de beschrijving. Je moet natuurlijk een dikke duim omhoog doen. En je moet hieronder ook geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. En reageer hier onder in de reacties even welke maat jij wilt winnen. Dus welke maat van het thermoshirtje en welke maat van de winterjas. En dan moet je ook even je Instagram naam erbij vermelden. Zodat ik kan controleren of jij Bussen en mij ook volgt op Instagram.
Dus dat zijn de stapjes die jullie moeten volgen. Hopelijk vonden jullie het een hartstikke leuke video. Vergeet dus zeker geen duimpje omhoog te doen en niet om te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal snel weer bij de volgende video. Doei doei!